In deze korte video deel ik 5 tips voor je LinkedIn-video. Vooral de vijfde tip is belangrijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En nee, ik ga je niet vertellen dat je je video hier native uh, op LinkedIn moet uploaden. Ik vermoed dat je inmiddels wel weet dat het niet goed werkt om hier een link van een YouTube-video of een link van een video op uh, Vimeo te delen. In sommige gevallen heb je geen andere optie dan een YouTube- of een Vimeo-link delen. Uh, maar dat vertel ik je een andere keer nog wel. Goed, door naar de vijf tips. Tip 1, de eerste indruk telt altijd. Zorg dat je in de eerste seconde van je video meteen een goede indruk maakt. En wat goed is om te weten is dat het uh, allereerste beeld van je LinkedIn-video als een thumbnail dient. En op je zakelijke LinkedIn pagina heb je wel de mogelijkheid om een, um, om een losse thumbnail te uploaden. Uh, maar als je je native video uh, via je persoonlijke LinkedIn profiel deelt, uh, dan kun je vooralsnog geen thumbnail uploaden. Zorg er tijdens het monteren van je video dus voor dat je een aantrekkelijke thumbnail toevoegt als eerste beeld van je video. Dan tip 2. Hoe komt je video over op een mobieltje? Ik ben even heel benieuwd uh, vanaf welk device je deze video bekijkt. Uh, op je computer, dus vanaf de desktopversie, uh, je tablet of je smartphone. Laat het me even weten in een reactie onder deze video. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat 52% van de ondervraagden het liefst online video bekijkt op een mobieltje. Het loont dus echt de moeite om vooraf even te checken of je video ook op een klein scherm uh, goed uit de verf komt. Dan tip 3, uh, vergeet je introductie. Het lijkt misschien heel beleefd om uh, jezelf even voor te stellen in je video, maar vergeet je introductie in een LinkedIn-video. Op uh, YouTube bijvoorbeeld werkt het heel anders. Uh, omdat YouTube natuurlijk een zoekmachine is. Uh, daar komen mensen op je video terecht na een uh, zoekopdracht in, in Google of in YouTube of via de voorgestelde video's. Maar op LinkedIn zoeken mensen niet naar jouw video. Uh, die krijgen ze gewoon te zien als ze door hun uh, tijdlijn scrollen. En uh, uh, start je video daarom direct met de kennis die je wilt delen of het perspectief dat je wilt geven of een nieuw idee dat je wilt delen met je netwerk. En uh, ja, je naam en je kopregel zijn al boven je video te zien als je een video deelt vanuit je persoonlijke LinkedIn-profiel. Uh, dus mensen kunnen daar al gelijk zien uh, wie je bent en wat je doet. Dan tip 4. Voeg ondertiteling toe aan je video. Scrollend door de LinkedIn-tijdlijn uh, zie je ongetwijfeld heel veel video's zonder geluid. Pas als je erop klikt, dan uh, krijg je het geluid van de video te horen. En de kans is natuurlijk heel groot dat iemand voorbij jouw video scrolt en dus al jouw waardevolle informatie mist, als hij niet ziet waar je video over gaat. Nou, gelukkig is er een manier om de aandacht van je kijkers te krijgen nog voordat ze zelf het geluid aanzetten. En dat doe je dus niet alleen met een aantrekkelijk beeld om naar te kijken, maar ook met tekst in beeld, oftewel ondertiteling. Het is heel slim om ondertiteling toe te voegen aan je LinkedIn-video zodat je kijkers gewoon direct begrijpen waar je video over gaat zonder het volume per se zelf aan te hoeven zetten. Nou, op mijn site verdienenmetvideo.nl vind je een compleet Stappenplan voor het maken van een SRT-bestand, wat je nodig hebt voor ondertiteling. Maar ook een compleet stappenplan over het toevoegen van ondertiteling aan je LinkedIn-video. Dus ga naar mijn site om te zien hoe je ondertiteling toevoegt aan je video. En je vindt daar ook een, een overzicht met alle microfoons en andere accessoires om zelf video's met je smartphone te maken. Dus als je daar interesse in hebt. Neem even een kijkje op verdienen met video.nl. Dan de laatste tip. Tip 5. Voeg een aantrekkelijke tekst boven je video toe. Uh, uit hetzelfde onderzoek waar ik eerder naar verwees, blijkt ook dat uh, de respondenten in 41% van de gevallen altijd de begeleidende tekst bij de video lezen. En 44% zelfs heel vaak. Uh, een aantrekkelijke tekst boven je video maakt. Dus het grote verschil tussen kijken of doorscrollen. Nou, je hebt 1300 tekens de ruimte, dus benut deze ruimte om bijvoorbeeld een korte samenvatting van je video te geven. En je kunt ervan uitgaan dat niet iedereen je video zal bekijken of helemaal tot het einde zal bekijken. En met de begeleidende tekst kun je mensen dus triggeren om toch te kijken, of te reageren of verder te klikken. Uh, nou goed. Dit waren dus de vijf tips of eigenlijk zes. De eerste tip is upload een native video op LinkedIn in plaats van een YouTube link of een Vimeo link. Zorg voor een goede eerste indruk. Controleer hoe je video op een klein scherm uit de verf komt. En vergeet je introductie, maar kom direct ter zaken. Dan voeg ondertiteling aan je LinkedIn video toe. En tot slot schrijf een aantrekkelijke tekst boven je video en voordat je weer verder gaat ben ik heel benieuwd uh, welke van de zes tips pas je nog niet toe en welke ga je als eerste toepassen voor je eerst volgende linkedin video uh, laat het me weten in een reactie onder deze video en ken je soms iemand uh, die geholpen is met deze video deel deze video dan gerust met je netwerk veel dank daarvoor vast en uh, mocht het zo zijn of nou, ik weet het eigenlijk wel zeker dat je een waardevolle expertise hebt, maar dat jouw bedrijf nog veel te weinig zichtbaar is op LinkedIn. En wil je juist ja, graag verder groeien met je bedrijf en echt gezien worden als de expert in jouw vakgebied, stuur me dan een bericht, dan geef ik je wat nieuwe ideeën hoe je met behulp van ja, video in contact komt met nieuwe klanten. En abonneer je ook gerust op mijn YouTube-kanaal en klik even dan op de bel om een melding te krijgen als ik uh, weer een nieuwe video heb gepubliceerd. En volg me natuurlijk ook op uh, LinkedIn via de hashtag uh, NoordjeJamaat. Um, en dan kun je ook zien hoe ik zelf LinkedIn-video toepas om, uh, en, en deel ik ook tips um, die ik alleen op LinkedIn deel. Nou, dankjewel voor het kijken van deze video en graag tot de volgende video.